Waarschijnlijk vlucht ik in verbeelding. Waarschijnlijk was het maar een droom. Oh no. Ik ben Arno de Waard en ik zit hier voor de derde interviewsessie van Puur. Hier in de casino van Sint-Niklaas, of beter gezegd aan de casino van Sint-Niklaas. In de tuin zitten we hier, vrij gezellig. En ik heb hier naast mij niemand minder dan de Gentse rapper, Friggity Froze. Kadam! Sup, man. Ik ga maar rustig, ik heb geen haast. Ik ben alleen maar aan de grijze. Hoe is Froze ooit in de hiphopwereld terechtgekomen? Wauw, oké. Okay. Long time ago. Ik denk dat het eigenlijk een beetje begon met mijn pa, die ook muzikant is. En die maakt eigenlijk kleinkunst, muziek, Nederlandstalige gitaardingen. En ik ging altijd mee naar optredens van hem. En ik zat er als klein dude zo wat te luisteren in een hoekje. En mijn pa is ook maakt Nederlandstalige muziek sowieso. Dus hij is ook een zeer verhaalvertellende gast, mijn pa. Dus dat was de eerste... De vonk van mij van verhalen vertellen vond ik sowieso al cool. Ik was toen ook al zo wat verhalen aan het schrijven, maar niet in muziekvorm of zo. En dan ben ik beginnen rappen, samen met rap ook, toen al, destijds, in het Engels. Maar toen waren we eigenlijk, ja, ik denk echt 12 jaar of zo, echt wigger motherfuckers en keeping it gangster. Dus we rappen in het Engels. En dan ook, door mijn pa was ook zo van, ik merk na een tijd van als ik iets wil vertellen, mijn verhaal wil vertellen, dan moet dat... Ik kan enkel mijn verhaal vertellen als ik dat in het Nederlands doe. In de moedertaal. In de moedertaal, weet je. Dat is super belangrijk. Als je kwaad wordt, word ook kwaad in het Nederlands. Als je making love of whatever the fuck. Ja, dat is waar. Dan snap je het allemaal in het Nederlands. Dus dat is wat belangrijk. Mijn pa was daar een grote klik in. Zo van, ja, ik moet iets vertellen in mijn eigen moedertaal. En dan is die switch er eigenlijk wel vrij snel gekomen. En dan tracks ben schrijven en... Dan ben ik eigenlijk... Eerste echte aanraking met hiphop was naar de Cypher aan de Hand. Dat was toen zo'n soort 8-mile-achtig ding daar zo achter de bibliotheek van Hent. Onder een afdak hadden allemaal rappers die donderdagavond samenkwamen. En die gewoon kwamen samen freestyle, weet je wel. En dat was echt gewoon een boombox in het midden en rappen. En dan werden er ook zo wijze wordplay games gespeeld en... Ja, iemand gooide woord in de groep en dan zo daar allemaal op... Oh, heel dus, oldschool, man. Ja, dat was echt oldschool. En dat was een beste periode, omdat iedereen elkaar naar zo'n hoger niveau pushte. En dan waren eigenlijk alle mensen waren daar die nu in Gent iets wijs aan het doen zijn, weet je al. En iets later, in 2011... Heb je debuutalbum gemaakt? Hoe heet het alweer? Dat was Winterwaanzin. Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Ja, dat was toen echt een periode dat ik zeer in die verhalende vibe zat. Mm-hmm. Echt, ik wou eigenlijk gewoon echt verhalen vertellen. En ook via de Cypher zat ik dan bij Rens in de studio, de oprichter van Random Spoken. Ik zat dan bij hem in de studio en hij zei van kom, we gaan wat tracks maken. En hij maakte ook beats, weet je. Dus dat was zo van... Dat was wel een revelatie voor mij, omdat zo, ik rapte altijd op instrumentals en dan kreeg ik mijn eigen beat, weet je. En dat is iets wat echt al stoer is. De eerste keer dat je eigen beat krijgt, van, dat is iets dat niemand op de wereld heeft. Dat was echt mijn sample die zo bekend was uiteraard, maar niemand anders op de wereld heeft die beat, weet je. En ik kan daar echt mijn eigen ding mee doen. En dat was, nu noem ik dat zo terugkeken, zo'n beetje mixtape achter of zo, dat toen gedropt is. Maar dat was mijn eerste stappen, weet je al, in de hip-hop wereld. En kijk je positief terug op die eerste stappen? Of had je het anders gedaan? Ja, logisch had ik het. Ja, ik had logisch anders gedaan, maar ik heb er geen spijt van of zo. Ik weet, dingen zijn gelopen nu dat ze gelopen zijn. En ik heb daar echt geen spijt van. Het is ook een evolutie dat ik heb moeten doormaken, snap je? Nu, ik vertel nog altijd wel graag verhalen, maar ik mix het ook graag met andere shit. En ben gewoon een beetje meer diverser, hoop ik, geworden als artiest. Moest ik enkel zo die dark storytelling Hans mijn leven zijn blijven doen. Ik was toen 17 jaar, weet je, dus ik wist echt ook nog niks van de wereld, weet je. En... Als ik zeg aan de slechter, de Vlaamse rapper ben, denk ze vanzelf dat van toffe commerce zijn. Weet je wat dat is? Dus ze is gekidnapt door aliens in een spreekstukkelshit. In
2014 heb je dan je tweede album gedropt. Ja. Het Venster op de Wereld. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Op dat album? Nou, altijd super positief eigenlijk. Dat was echt een schakelpunt, had ik het gevoel, en zo. Hetgeen wat ik aan het doen was. Mijn eerste twee albums, ja, vond ik, ik heb er geen spijt van of zo, maar ik zou ze zeker definitely anders hebben gemaakt. En Venster op de Wereld ben ik gewoon nog altijd content van. Ik kan nog altijd zo, wat dat uiteraard wel bij hoort, maar ik kan nu soms nog op een avond zitten dat ik het echt lang niet heb gehoord. En sommige tracks nog een keer pompen en zoiets van, ja, weet je, dat is belangrijk. Dat is een album met wat voor, ik weet, Venster op de Wereld ga ik voor eeuwig sort of content van zijn, weet je. Ik ga altijd trots zijn om dat iemand te laten horen. Dat is belangrijk. Is alles mogelijk? Lijkt wel of ik kan toveren met een ogen. Ik kan de wereld aan. Een tijdje terug was je finalist bij de Nieuwe Lichting, een wedstrijd op Studio Brussel. Jij hebt dan een track daarvoor gedropt, Ongekroonde Koning. Heerlijke track trouwens, met een fantastische videoclip er dan nog eens bij, bovenop. Thanks. Hoe is die track tot stand gekomen en hoe kijk je terug vooral eigenlijk op het avontuur van de Nieuwe Lichting? Maar die track was ook echt zo'n... het is wel een track voor mij met zeer veel betekenis. Omdat dat was ook eigenlijk mijn vorige cd, maar nog meer dan mijn vorige cd, meer weer een schakelpunt like, in mijn leven. Dat was echt een track die ik gemaakt heb toen ik like, gesplit ben met mijn vriendin. Uitrouwen om gesproken bij stapt en verhuisd ben naar Brussel, weet je. Dus dat waren drie dingen die... Volledige ommekeer. Ja, dat was echt een... En dan heb ik die track gemaakt met alle chaos die daar rondhing. Heb ik die track gemaakt. En vanaf dan was er echt een soort van new chapter in mijn leven begonnen. En dat symboliseert dan altijd op de dag van vandaag voor mij zo. En dat was dan mooi dat ik voor het afsluiten van een bepaalde periode, dat er dan weer iets nieuws aanbrak. En dat was dan... De Nieuwe Lichting. Kpeng. Mm-hmm. Ja. En hoe was dat? Ja, dat was... Het is geen kleine wedstrijd, hè? Nee, dat was sick, weet je, omdat... Ik wilde al een paar jaar daarvoor inschrijven, maar er kwam altijd shit tussen. En nu had ik weet nog van, dat stond op mijn agenda van, en ik stond gewoon, mijn einddatum was gewoon genoteerd van, dan moet je inschrijven. En ik weet nog, dat was een vrijdag. En ik heb me eigenlijk, ik denk, de laatste drie minuten nog een track ingestuurd. Dat was echt ziekelijk stressen. En dan had ik ook zoiets van, ja, waarschijnlijk gaat dat niet meer lukken. Waarschijnlijk gaan ze dat dan afsluiten. Is dat typisch Froze, zoiets, last minute? Ja, typisch Froze, vind ik zo wat te veel van doen of zo, maar... Ik denk het wel, joh. Ja, kan wel gebeuren, dat kan wel soms... Maar het ding is, ik heb ook lang in een label zitten waarbij dat er mensen waren die me helpen, maar dat was een periode waarin dat ik volledig alleen was, dus ik moest alles zelf fixen, snapte. Dus ja, dan kan er wel gebeuren dat je op mijn... niet lazy, maar het zijn gewoon veel shit, veel dingen om te fixen, snapte. Ja, natuurlijk, sowieso. En dan, denk ik, de dag daarna of de week daarna of zo, was ik aan het voetballen en ineens werd ik gebeld en... Ja, we spreken met Frits Stappen hier, Froze. Ik zei ja. Ah, ze selecteert voor een nieuwe lichting. Hell yeah! Damn! Ja, dat is wel nice. En dan heb ik een goal gemaakt in de voetbal. Ja, dat was top. En je hebt daar je bent geselecteerd dan bij de finalisten. En hoe heb je dat dan ervaren? Heb je moeten optreden? Of? We moesten twee dingen doen. We moesten een track insturen. Mm-hmm. En dan moesten we een remix maken van een al bestaand nummer. Dus ik had Mia gekozen van Gorky. Dat klopt. En dat was voor mij een vrij moeilijke keuze, omdat ik zoiets had van, dat is echt een pain in the ass om dat nummer te kiezen, omdat dat zo'n danige klassieker is, dat je daar niet mee kunt... Je moet echt al een goed nummer maken, snapte? Om daar tegenop te kunnen. Ja, dus dat is sowieso al een beetje vloek en zegen. Maar ik had zoiets van, ja, ik moet echt een uitdaging hebben. Voor deze competitie moet ik echt een uitdaging hebben, want ik weet dat veel mensen een cover aan spelen en ik wil echt iets nieuws maken. Plus, daarbij komt dus het feit dat ik niet echt het gevoel had, dat is voor mij persoonlijk, dat er een ode was gekomen aan Luc de Vos op de manier dat ik het zou willen schrijven, snapte? Er waren al veel dingen gebeurd, maar dat was voor mij, naar mijn mening, like, redelijk commercieel gericht. Die zender had iets gedaan rond hem, die zender. En wel, Froze, ik zal u zeggen, ik had hetzelfde gevoel. Helemaal hetzelfde gevoel als u, wat jij nu zegt tegen mij. Tot als ik uw track, de cover van Mia, online zag komen. En dan had ik iets van, wauw. Nu is er echt iets gebeurd met die shit. Nu is er echt iets om die shit te verwerken. Nu is er echt iets om Luc de Vos te eren. Het is een mooi eerbetoon dat je hebt gemaakt voor Luc. Het is iets waar ik
heel erg vaak stil bij heb gestaan bij jouw track. Ik heb hem vaak afgespeeld, zowel bij mij thuis als in mijn auto. En het is een track die mij aan het tanken heeft gezet. En ik vond het mooiste eerbetoon dat Luc de Vos kon krijgen. En dat was jouw track, echt waar. Thanks man, super, super beest om te horen, echt waar. Oprecht. Liefste Luc, het is een jaar geleden, sinds je zet gestorven. Dus ik twijfel of ik deze wel zou schrijven, want er ging zoveel tijd over. Maar verwerkingsprocessen hebben tijd nodig. Sterren komen, sterren gaan. En de wereld die maar werkt, het draait zelf, wie gedood zijn. Dat is zo'n pijn, want de pijn wordt verzacht door de parels die je achterliet. Dus, dit is mijn afscheidsbrief. Je bent onlangs naar Zuid-Afrika afgereisd. Waarom, in godsnaam, een Vlaamse rapper Froze in Zuid-Afrika? Waarom? Ja, waarom? Vraagt mij niet, maar het is wel gebeurd. Wel Zuid-Afrika, omdat ze dan natuurlijk Afrikaans spreken. Afrikaans? Afrikaans. Dus dat is wel een connectie dat we hebben. Ja, tuurlijk. Het is wel same in dezelfde taal. En was daar een festival in Uitshoren, Klein Karoo. En ik denk dat die ons via YouTube hebben gezien. En dat ze iets hadden van, ja, we willen die gast naar België. En dan ze hebben een mail gestuurd naar RNO, weet je. Naar Rauwenum Sproken, een manager. Ja. En dat was wel dope, want ik zat er in die periode ook niet meer bij. Maar zij hadden de video's gezien. Dus ze hadden zoiets van, we willen Froze ook graag. Dus het is wel een shout-out naar mijn oude manager dat hij dat nog gedaan heeft. Sowieso, ja. Dus echt wel dope. En ja, het was echt een classic avontuur. Shit, we hebben meegemaakt, shit, we hebben gezien. Was wereld, echt een kan ik geloven, man. Ja. Want we hebben de één show daar gedaan. En dan ook nog zo'n show daar onverwacht zitten. Er is een ghetto gedaan. En ja, dat was sick, weet je. Omdat we aan de eerste vier white boys daar, weet je. Dus we kwamen daartoe. En echt zo, ja, zo'n township, weet je. Zo'n vreemde buurt. Maar veel liefde kregen en super toffe mensen ontmoet. En ja, sick ervan. Maar eerlijk gezegd, ze verstonden toch geen woord van wat je zei. Alles, nee, ik weet niet. Niks, hè? Nee, niks. Maar wij hebben wel zo boeit freestyles ook van hun gecheckt. We waren aan het freestylen. En als zij veel begrepen van... Als ik even goed onderbegreep als zij mij, dan... Savannig, weet je. Ik kon wel bepaalde punchlines. En dat was ook echt wijs om te horen, snap je? Dat was echt wijs om te horen. En als we praten, als we zeer traag met elkaar praten, dan verstaan we elkaar wel, zo. Ja. Super cool. Ja. We hebben wel veel Engels gesproken ook, maar... Ja, sowieso. Ja. Zijn jullie klaar voor onze allerlaatste track? Oh, wow! Om af te sluiten, Froze, wat kunnen we in de toekomst nog van jou verwachten als rapper? Ik ben sowieso veel nieuwe dingen bezig. Ik heb nu ook een studio bij mijn thuis, wat dat zo productief gezien wel wat interessanter maakt. Oké, cool. In Brussel heb ik een klein studio. Dus er liggen echt veel tracks op de plank. Maar het is gewoon een beetje kijken hoe dat ik alles ga droppen en met hoe plannen komen, weet je. En... Maar het komt er, maar ik ga nog wat tracks droppen, maar ik denk dat ik vanaf september echt gewoon for real ga beginnen en dat de nieuwe lading er komt. En nu zijn we die tracks aan het afwerken en moet er gemixt worden en zo, maar het liggen echt meer dan 20 tracks of zo, 30 tracks klaar. Dus. Ga je single bewijs werken of ga je met een nieuw album uitpakken? Ik ga sowieso wel een nieuwe EP of zo droppen. Ik ga geen album droppen, maar een EP voor de komende tijden. En sowieso komen er wel videoclips, weet je. Ik ben ook echt zwaar into videoclips, dus voor hetzelfde geld komen er... 10 videoclips en geen EP of zo. Ik weet dat echt nog niet. Dat is moet een beetje nog. Het zijn al ik heb al vrij veel ideeën van hoe dat ik iets wil doen, maar ik heb nog niet gekozen van dat ga ik doen of dat ga ik doen. Of, ja. Alright. Froze, bedankt dat ik hier mocht interviewen vandaag. Gaat dat goed aan, was top interview, was nice. Shoutout naar de casino dat we een locatie mochten gebruiken. Het is hier een fantastisch decor. Romantisch. Vrij romantisch inderdaad. Het was een gezellige tijd dat tijd met jou. Ja. Bedankt. Thanks man, appreciate it. Ciao, tot de volgende. Ja. Ciao.